Welkom allemaal. Ik ga jullie in deze video laten zien wat ik met het eerste pakket, het pakket Geniet, de bomen, in de planner zeg maar heb gemaakt. Wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb een, omdat hier 6 gaatjes in zitten, heb ik een pons die ook 6 gaatjes bevat. En deze heb ik hier afgesteld op hier A5. En zo kan ik gaatjes sponsen. En dan past alles heel mooi hier in de planner. De flyer die jullie erbij hebben gekregen, die heb ik in stukken gesneden. Dus zo begint hij bij mij. Ik had een foutje gemaakt, want ik had hem aan die kant gedaan. Dus ik had hem hier per ongeluk geponst. Dus let daar maar niet op. Maar ik vond dit zo mooi bij elkaar. De flyer heb ik gesneden. De lengte die hou je gewoon, die is 21 centimeter. En dan heb ik de breedte, ja, officieel is het geloof ik 12. Je kunt 12,5 nemen, 12 centimeter zo'n beetje. Dus ja, het is altijd net hoe het maar bij mij de plaatjes een beetje mooi uitkomt. Dus ik heb deze pagina's even met de snijmachine losgesneden. Dat is de welkomstflyer. En die heb ik hier erop gedaan. Dan heb ik van dat pakket het kaartje heb ik hier achter gedaan. En ik heb hier de ronde sticker van het pakje heb ik hier opgeplakt. Dan heb ik de flyer hier genomen, deze. En daar heb ik even mijn snijmachine. Ik zal dit even aan de kant zetten. Mijn snijmachine even erbij genomen. En dan heb ik heel simpel deze. Ik zal even kijken dat het goed in beeld is, dat jullie het kunnen zien. Nou, ik moet toch even wat opzij leggen. Dan heb ik hier even wat stukjes gesneden. De flyer in stukjes snijden. En ik moet soms praten en breien tegelijk. En dat wil niet altijd samen. En dan heb ik deze 2 vierkantjes gesneden. En toen dacht ik, nou, dat is misschien ook ontzettend leuk om in de planner te doen. Nou vond ik ze zo een beetje kaal. Ik heb dit stukje ook nog over. Dus dat vond ik ook wel hartstikke mooi eigenlijk. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een stukje papier genomen. En dat vond ik wel erg leuk. En dat doet me een beetje denken aan vroeger. Aan die Polaroid fotootjes. Dat het onderste stuk wat langer was dan het bovenste stuk. Dus ik heb deze stukjes op een stukje papier geplakt. Ik heb er even een lijntje omheen getrokken. En zo vind ik ze eigenlijk hartstikke leuk geworden. En dit papiertje is, moet ik eens even kijken, 10,5 keer 8,5 centimeter. Dus 10,5 keer 8,5. En dit vind ik wel super leuk om zo in mijn planner te plakken. En zo heb je misschien meteen weer overzicht van wat voor leuke dingen er gemaakt zijn. Wat ook nog leuk is als je bijvoorbeeld een drieluikkaart maakt. Ik heb, dit had ik nog liggen. Is leuk om ook met sterretjes te doen. Waterspetters erop. Dan kan je zo je embossingpoeder erop doen. Dan heb ik deze stempel gebruikt. Ik geloof dat het ergens 1098 is, de stempel. Ik weet niet helemaal zeker, zoiets dergelijks. En die heb ik gewoon één keer zo gestempeld en één keer zo gestempeld. In een beetje bruin tint. En dat is natuurlijk ook erg leuk om hier weer een kaartje op te plakken. En ja, je kan ook verschillende kaartjes erop plakken. Dat je die kant weer met sterretjes doet. Gouden sterretjes. Hier nog weer wat sterretjes. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk. Je zou er ook nog een leuke tekstje onder kunnen stempelen. Ik heb het zo niet bij de hand. Omdat ik het eigenlijk ter plekke bedenk. En wat ik ook nog wel leuk vond, dat is van deze flyer. Want die wil ik ook in stukken snijden en in mijn planner doen. Dus ik denk dat ik eerst dit ga doen. Hier stukjes eraf haal, in mijn planner ga doen. Deze in de planner hou ik deze mooi achterkant over. En dan vond ik het ook wel leuk om, kijk, eigenlijk dit zo hier op te plakken. En hier zo van een pagina in mijn planner te maken. Vond ik ook erg leuk. En ik dacht zelfs, misschien moet ik dit papier nog wel laten drukken. Want het is eigenlijk erg leuk in combinatie. Nou, dan blader ik verder. Dan heb ik hier de ansichtkaart van Geniet gebruikt. En ik ben even bij de Xenos geweest.
En daar heb ik allemaal van deze letters gekocht. En ik geloof dat er bijna 5-6 letters van elk in zit. Dus dat vond ik wel erg leuk. Dan heb ik van de flyer, of tenminste het inlegvel wat in de box zit. Daar heb ik eventjes een mapje van gevouwen. Ik heb hier een dichte kant van gemaakt. Ik heb deze kant eventjes zo naar binnen gevouwen. Je plakt hem zo vast. Onderkant plak je vast. Je maakt hier de gaatjes erin. Dan heb je een superleuke layout. Ik heb hier, kijk, hier doe ik dan straks eventjes zo mijn kaartjes even in. En misschien nog een paar dingen wat ik heb gemaakt. Deze strook had ik al vastgeknipt, die kunnen erin. En ik heb hier nog een klein vakje ingemaakt. Kijk, en daar kan ik straks nog wat labels in stoppen. Als ik dat leuk vind. Dus je maakt hier gewoon even in de bovenkant een sneetje. Je kunt het zelf zo nog doen. Even kijken, want nou wil hij natuurlijk niet. Kijk, zo. Dat je hier nog iets tussen laat hangen. Nou, zit de achterkant. En verder dan dit was ik nog niet gekomen. Dus dan gaan we weer eens kijken wat we straks wat we hier gaan plakken. Of misschien dit stukje wel. Vond ik ook wel erg mooi. Kan ook wel weer hier. Is toch prachtig bij elkaar, hè? En dan kan ik straks nog mijn schilderwerkjes erin doen. Dan doe ik de kleurtjes verf er een beetje bij. Dus zo begint eigenlijk mijn planner toch al vol te raken. En ook leuk om hier gewoon wat kaartjes in te doen. Want dan kun je straks alles weer terugvinden. En dan heb je een leuke naslag. Maar deze is hier ook wel mooi. Dus ik ga hier nog maar even mee aan de gang. En wie weet, vind je het ook erg leuk om in de planner nog wat te doen. Wat spulletjes op te plakken. Misschien wat linkjes naar filmpjes straks in te zetten. Ik denk dat ik nog even alle QR-codes van de filmpjes straks in een bestandje ga zetten. Dat kun je dan printen en dat kun je dan eventjes hier erbij plakken. Zodat je straks echt alles weer bij elkaar kan terugvinden. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier ermee. Hoop je er een beetje inspiratie voor vandaag. En ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal weer maken.